Hi, baie welkom bij een logbespreking van ons wekelijkse les samen met SSL. Ons is bij ons tweede kwartaal en ons kyk hierdie kwartaal na drie kosmische boodskappe. En ons is hierdie week bij les 9. En in les 9 se onderwerp is, dat genaamd verwarring vir 20 tot 26 Mei. Ons gee tekstvers vir hierdie week vind ons in Openbaring 17 vers 14 en het lees ons volg. Hulle sal teen die lam oorlog voer, en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings, en die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. Openbaring 17 vers 14. Ek lees weer. Hulle sal teen die lam oorlog voer, en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings, en die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. Openbaring 17 vers 14. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir nog een geleentheid om saam te kom om hierdie lesies te bespreek. Ons bid die Here asseblief, dat U ons sal lei en ons sal seën in U woord. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Ai, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandagse les. Ons is vandag by Dinsdag 23 Mei. Verborgenheid die grootste Babylon. Die les vra ons om kyk na Openbaring 17 vers 4 tot 6. En dan vraag dit, wat leer ons hieruit oor die aard van die bose stelsel? Openbaring 17 van vers 4 tot by vers 6 lees ons volg. En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kostbare stene en perels. En sy het in haar hand een gouden beker gehad, vol gruwels en die onreinheid van haar roerery. En op haar hoof was een naam geskrywe, verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges, en van die bloed van die getuies van Jesus, en ek het my uitermate verwonder, toe ek haar sien. Hier sien ons dat Openbaring 17, een afvallige godsdienstige stelsel aan ons uitbeeld, wat die oud-testamentiese Babylonse leerstellings gemeng het met christelike geloof, en by christelike geloof bygevoeg het. Ons lees uit Angel Manuel Rodriguez' refraat getiteld The Closing of the Cosmic Conflict, Role of the Three Angels' Messages, in bladsy 43 die volgende. Die precieze aard van Babylon begryp een mens eerst wanneer hy terugkeer na Genesis, na die eerste Bybelverwysing in die verband. Die Here verhaal begin op een vlakte in Sinar, een landstreek in die meest suidelike deel van antieke Mesopotamië, oftewel in die suide van hedendaagse Irak, wat Babylonië genoem is. Dit is hier waar die toren van Babel gebouw is, as symbool van die mens se selfgenoegsaamheid en selfbehoud en die mens se onafhanklikheid van God. So, hier het ons die geboorteplek van antieke Babylon. Met die bouw van die toren van Babel was het vir die mens een uittartende gebaar en verwerping van God. Een verwerping van Godse directe bevel, vermenigvuldig en vul die aarde. Met hierdie monument het die bouwers hulde aan die mens gebring, eerder as om eer aan God te bring. Toe het God gekom en God het hulle tale verwar. Dan lees ons in Genesis 11 vers 9, daarom het hulle die stad Babel genoem, want daar het die Here in die taal van die aarde verwarring gebring. Nou, let op die Bybelse uitbeelding van hierdie stelsel. Babylon is so boos, dat het dronk is van die bloed van die heiliges, en van die bloed van die getuienis van Jesus. Geestelike Babylon is dan uiteindelik een godsdienst, wat op menselike leerstellings gegrond is, wat op menselike idees gebouw is, as grondslag en word gerugsteun deur tradities. Dis 'n mensgemaakte godsdienst, gebou deur godsdienstige leiers, met ander woorde gewone mense. En hierdie valse godsdienstige stelsel verset haar teen die krag van die evangelie. Sy verset haar ook teen die kerk wat Christus gebou het, 'n kerk wat op liefde geskoei is en nie geweld nie. So Openbaring beskryf dan aan ons hierdie twee godsdienstige stelsels. Die een openbaar totale vertroue in Christus en op sy woord. Die ander
vertrouwen op menselijke gezag en op een afhankelijkheid aan mensen in de vorm van godsdienstige leiders. Die een is Christus gecentreerde geloof, totale afhankelijkheid aan Christus, sy genade, sy soendood en bediening ter verlossing van die mens. Die ander is die humanistische benadering tot geloof. Dit vervang ons totale vertrouwen op Christus, wat die kernelement van ons verlossing is, met de afhankelijkheid aan kerktraditie. Die vraag aan die einde van die dag. Hoe kan ons tegen die subtiele invloed van Babylon beschermen? Denk bijvoorbeeld aan die neiging, een waarvoor ons so geweldig vatbaar is. Die neiging om op onszelf te vertrouwen, plaats van een algehele oorgave aan God te maken. Ik bespreek hierdie vraag verder in die commentaar gedeelte hieronder. Gesels alsjeblieft samen met ons. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir vandagse les. Baie dankie, Hemelse Vader, dat ons deel kan wees van die ware aanbidding, die ware kinders van God. Help ons, Heer, asseblief, om te roep, kom uit haar uit. Help ons, asseblief, om die oog te vestig op die leen van Satan, op hierdie mensgemaakte godsdienst. Heer, sodat alle eer aan u gegee kan word. Beskerm ons, behoed en bewaar ons, ons bid het in Jesus' naam. Amen. Baie dankie dat jy ons ingeskakel het vir vandagse les. Tot volgende keer, Godsryke seën.